Ik vind dat wel aardig, want u leest soms in de kranten, u hebt dat ongetwijfeld ook gelezen. Dan wordt gesuggereerd, Iran en de Verenigde Staten praten weer met elkaar. Maar ze hebben nooit anders gedaan. Er wordt altijd gepraat door de diplomaten. Waarom zouden burgemeesters de wereld moeten regeren? De Universiteit van Nederland presenteert internationaal communicatiewetenschapper Cees Hamelink. Ik wilde u graag voorstellen dat we na het college met elkaar een goed glas drinken. En dat we nog eens met elkaar vieren dat wij er zijn. Want we nemen dat als vanzelfsprekend aan, dat wij hier gewoon met elkaar in een collegezaal verkeren. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet. In de afgelopen tientallen jaren zijn we verschillende malen langs het randje van de afgrond gegaan. En dat had heel weinig gescheeld. Of deze planeet was er niet meer geweest. En wij waren er niet geweest. Dat is eigenlijk waarschijnlijker wanneer het mis zou zijn gegaan dan de manier waarop het toch tenslotte goed is gekomen. En degene die daarin absoluut een hele belangrijke rol hebben gespeeld, zijn internationale diplomaten. Diplomatieke communicatie is een absoluut essentieel onderdeel voor het behoud van de wereldvrede. Dat heeft vooral te maken met het feit dat diplomaten niet alleen maar praten, maar altijd praten. En dat het een van de wonderlijke aspecten van de wereldgeschiedenis is dat ook op de momenten van grote internationale crisis, of zelfs van oorlog, diplomaten altijd met elkaar blijven praten om te zien of misschien een conflict onder controle kan worden gebracht. Tijdens het scherpste conflict tussen de Verenigde Staten en Noord-Vietnam, waarin de indruk werd gewekt dat de partijen absoluut niet met elkaar communiceerden, werd er enorm intensief gecommuniceerd tussen de diplomaten van de Vietcong en de diplomaten van het Department of State van de Verenigde Staten. Vaak in de Zwitserse ambassade in Parijs. Er wordt altijd gepraat. En dat is een groot goed. Want een van de momenten waarop het bijna misging, dat was in het begin van de 60e jaren. Tijdens de Cubaanse crisis. Het was bijna volledig misgelopen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. En een van de redenen waarom het bijna misging was omdat de leiders van beide mogendheden niet met elkaar konden communiceren. Er waren geen goede, heel triviaal, geen goede communicatieverbindingen. En dat leidde tot heel veel misverstanden. En als gevolg daarvan, kantje boord, het ging allemaal net goed, dus wij zijn er mooi vandaag nog. Maar als gevolg van die narigheid werd wel besloten om meteen na de Cubaanse crisis een zogenaamde hotline in te stellen. Een lijn voor diplomatieke communicatie tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. En al kort daarna, in 1967, heeft dat ons toch het leven gered. Want tijdens de oorlog tussen Israël en de Arabische Staten werd een Amerikaanse oorlogsbodem getorpedeerd. En was het even heel spannend om uit te vinden wie dat had gedaan. En de Amerikanen dachten dat zou waarschijnlijk Egypte, de handlanger van de Sovjet-Unie, of de Sovjet-Unie zijn geweest. En dan was er reden om nucleair vergelden toe te passen. En dan blijkt, doordat er gepraat wordt en door die hotline, blijkt dat het een misverstand is. Het blijkt een fout te zijn van een Israëlische jager die per ongeluk een Amerikaanse oorlogsbodem had aangevallen. En dan blijkt dat het tenslotte allemaal meevalt. En als gevolg daarvan is toen besloten internationaal dat die hotline voor die diplomatieke communicatie zo belangrijk is dat die nu niet alleen maar functioneert tussen Rusland en tussen de Verenigde Staten, maar ook functioneert tussen de Verenigde Staten en China, ook tussen India en Pakistan en tussen steeds meer landen om met elkaar te kunnen blijven praten. En ik vind dat wel aardig, want u leest soms in de kranten, u hebt dat ongetwijfeld ook gelezen, naar aanleiding van de onderhandelingen met Iran. Dan wordt gesuggereerd, Iran en de Verenigde Staten praten weer met elkaar. Maar ze hebben nooit anders gedaan. Er wordt altijd gepraat door de diplomaten. Die diplomatieke communicatie is een belangrijk gegeven. En nou is er één moment in de wereldpolitiek dat heel erg essentieel is voor die diplomatieke communicatie. Dat is het
belangrijke moment waarop staatshoofden sterven. Er is niets mooier voor de internationale diplomatieke communicatie dan een staatsbegrafenis. Want daar reizen wij allemaal naartoe. En er is een mooi plaatje van. De 60e jaren overleed een aantal Russische premiers, onder meer Brezhnev. En dat was een zegen voor de wereldpolitiek. Want er waren enorme grote problemen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, tussen de Sovjet-Unie en China. En die konden alleen maar opgelost worden door te praten. En godzijdank gaat Brezhnev dood, gaan we daar allemaal naartoe. En daar hebben we ook een plaatje van. Dat is om een andere reden wel een mooi plaatje van Yasser Arafat. Want bij een begrafenis een aantal 20 jaar later, toen Margaret Thatcher inmiddels premier was van het Verenigd Koninkrijk, was er weer een, ik weet niet meer precies wie er toen doodging, maar ook een belangrijk moment, een pauze of zo. Dat heb je allemaal erg nodig in de internationale diplomatie. Want u moet niet vergeten, die begrafenissen, die hebben natuurlijk een zekere verzoeningssfeer. Hij moet dat vergelijken met de maffia. Als er iemand dood wordt geschoten in de maffiafamilie, dan komen ook de leiders van andere maffiafamilies komen naar de begrafenis. Daarna schieten ze elkaar allemaal weer overhoop. Maar tijdens zo'n begrafenis wordt er even welwillend met elkaar geconverseerd. Nou, dat gebeurt dus ook bij dit soort gelegenheden. En dit vind ik wel een grappig plaatje, omdat ik nu ineens moet denken dat later bij een begrafenis waarbij Yasser Arafat weer aanwezig was en ook mevrouw Thatcher aanwezig was, mevrouw Thatcher helemaal niet wist wie het was. En dat is dan weer een van de kleine problemen. Het was een beetje een ongeleid projectiel. Alhoewel het officieel Brits beleid was om absoluut niet te praten met de Palestijnen, zag zij die aardige man met die doek op zijn hoofd en die dacht, dat waarschijnlijk een bediende of zo. Daar maak ik een leuk praatje mee. Dus volstrekt niet wetend wie dat was, maakte ze een leuk praatje. En dat heeft ze later wel geweten. Want dat was natuurlijk helemaal politiek volstrekt fout. Maar die begrafenissen, en dat is ook wel een aardig detail, die zijn zo belangrijk ook geworden omdat we natuurlijk tegenwoordig de mogelijkheid hebben om vrij snel uit alle delen van de wereld naar zo'n begrafenis te gaan. Dus luchtvaarttechnologie heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Maar een technologie die nog veel belangrijker is, dat is de koeltechniek. Want we kunnen die staatshoofden langer onder het ijs houden. Dus je hoeft niet zometeen hals over kop je koffer te pakken. We leggen hem even op het ijs en dan kunt u iets laten komen. Dus die koeltechniek. En nou wilde ik zo erg graag dat wanneer u misschien later op de avond nog even een pilsje uit de koelkast haalt, dat u daar even dan bij stilstaat. En dat u even tegen die koelkast zegt, dank je wel voor wereldvrede. Want dat heeft die techniek toch mede mogelijk gemaakt. Nou is een van de problemen met die diplomatieke communicatie, dat die voornamelijk wordt gevoerd door staten, door vertegenwoordigers van staten. En staten zijn natuurlijk toch gevaarlijke factoren in de internationale politiek. Want staten hebben macht, staten hebben wapens, staten hebben vaak bijzonder grote ego's. En dat kan dus licht misgaan. En ik wilde eigenlijk graag met u nadenken over een nieuwe vorm van internationale diplomatieke communicatie in de 20e eeuw. In de 21ste eeuw. Ik denk dat het de steden moeten zijn en niet de nationale staten die met elkaar diplomatie bedrijven. Want nationale staten in vergelijking met de grote steden gaan een steeds minder belangrijkere rol spelen in de komende jaren. Het werkelijke leven op deze planeet speelt zich af in de grote steden. Dat zijn de centra van kunst, van mode, van financiën, ook van heel veel politieke besluitvorming. De grote steden hebben ook bijna allemaal interurbane netwerken, overleggen met elkaar, vaak volstrekt onafhankelijk van het nationale beleid, wat voor de grote stad belangrijk is. En bovendien wordt de grote stad natuurlijk voor ons allemaal de plek waar wij misschien nog net niet, maar zeker kinderen en kleinkinderen, over 10, 15 jaar verwachten we dat 70% van de mensheid in steden woont. En aan het einde van deze eeuw vrijwel iedereen. Dan zijn alle dorpen verdwenen, dan wonen we allemaal in gigantische grote steden. Dus dat is onze habitat. En ik denk dat die stad zo'n belangrijke rol zou kunnen spelen
in die internationale diplomatie. Omdat steden precies die ervaring hebben die je nodig hebt voor internationale onderhandelingen. Steden zijn buitengewoon gevaarlijke plekken om te wonen. U kijkt mij een beetje angstig aan, denk ik moet nog naar huis straks. Amsterdam valt wel mee, kan ik u verzekeren. Maar steden zijn in het algemeen door de hele geschiedenis heen altijd gevaarlijke plekken geweest. Met veel conflicten. En als je met alle geweld vermoord wilt worden, kun je toch beter in de stad gaan wonen dan op het platteland. Gevaarlijke plekken. Plekken met enorm veel verschillen. Met enorme heterogeniteit. Met heel veel mensen die anders zijn. Met de vreemdeling die niet langer een abstractie is, maar dat is je buurman. Waar je toch mee moet proberen verder te leven. Steden hebben een enorme ervaring en ik voel wel wat voor het voorstel van Benjamin Barber, die een mooi boek heeft geschreven over If Mayors Ruled the World. Als we nou burgemeesters, en ik zeg het dan meteen bij wel gekozen burgemeesters natuurlijk, democratisch gekozen burgemeesters, als we die nou eens de ruimte gaven om een belangrijkere rol te spelen in die internationale politiek. Want die hebben de ervaring van al de narigheid, van het, hoe deescaleer je conflicten, hoe ga je daarmee om, hoe ga je om met geweld, hoe ga je om met ongelijkheid. En die ervaringen die ze daarmee hebben zijn vaak veel intenser dan de ervaringen van de hoofden van nationale staten. Het grote voordeel is bovendien dat die steden en hun burgemeesters, die hebben geen fysieke macht. Die hebben alleen maar wat we met een deftig woord noemen discursieve macht, soft power. Die kunnen alleen maar praten. En het lijkt mij groot goed dat wanneer we in de rest van deze eeuw onze burgemeesters en hun vertegenwoordigers en de steden gewoon de diplomaten van de 21ste eeuw laten zijn. Want het zijn gewoon praatjesmakers. En het lijkt mij prima wanneer de planeet bestuurd wordt door praatjesmakers.